Hoi lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik 5 nieuwe kleurboeken voor jullie en ik ga van alle 5 een flip-through doen. Ik heb er eentje van Eclipse, van Color Crystopia, Sachin Sachdeva, Sun Life Drawing en volgens mij is dit de nieuwste. Ik weet het niet zeker, maar in ieder geval een van de nieuwste van Hachette Heroes. Dus we gaan gauw beginnen met het eerste boek. Dat schuif ik ze even aan de kant. En dan begin ik met dit schattige boekje van Eclipse. Zoom ik jullie even een stukje voor in. Dit is Color Art Books Color by Number Uno. Van Eclipse, AJ Kinel. Dit is de achterkant met het kleurenpalet. En het is een mooi matte cover. En ja, zij brengen de laatste tijd zoveel boeken uit. Ja, niet alleen de laatste tijd, maar ze brengen continu echt hartstikke veel boeken uit. Maar ik had behoefte aan iets simpels. En toen zag ik dit boek op Amazon en dacht ik van, dit is top. Dit is perfect. Het is echt heel erg large print. De beleiding is super dik. Maar ik vind het heel leuk. En als je gewoon even iets simpels wil kleuren, is dit echt top. En links zien we het kleurenpalet. En volgens mij geven ze alleen de kleuren aan die je echt daadwerkelijk nodig hebt. Schattig. En ze zijn allemaal in een cirkeltje. En dit is een boek wat je heel makkelijk kan volkleuren. Ik denk dat je 1 plaat binnen een half uurtje wel hebt gedaan. Misschien wel sneller. Maar het lijkt me zo'n leuk boek. Het heeft iets weg van Color Crystopia of zo. Hey, dit lijkt een beetje grijzig. Zijn hoofd en de romp, zeg maar. En hier. Misschien is het een soort misprint. Het lijkt een beetje een soort van grayscale. Oh, deze is heel schattig. Ja, maar Eclipse maakt zulke mooie boeken. En zo verschillend allemaal. Ik vind het zo interessant hoe verschillend al hun boeken zijn. Dit is de coverpage. Ik heb het idee van het kleurenpalet. Het is toch wel heel erg leuk en kleurrijk. Toch bijzonder dat ze voor zo'n kleine plaat eigenlijk bijna de hele kleurenpalet wel gebruiken. Eekhoorntje. Een eendje. Er zit best veel plaat hierin. Ik denk iets van 25, een beetje gemiddeld. En dat was het. En dit boek is geprint op Amazon Frankrijk. Frans papier. Het voelde op zich wel oké. Niet dat ik dacht van, nou, dit voelt heel raar. Het is gewoon echt zwart. Geen gekkige, grijzige beleidingen. Nee, het is gewoon een topkwaliteit. Nou ja, topkwaliteit wil ik niet zeggen, maar het is gewoon prima kwaliteit. Dit is Color Art Books Uno van Eclipse. Ik hoop trouwens dat de belichting een beetje oké is. Ik film dit 's avonds. Het is gewoon nog licht buiten, maar ja, ik ben nog een beetje aan het stoeien met mijn ringlamp. Maar ik hoop dat het allemaal een beetje oké is. Ik zoom jullie een klein beetje uit voor dit boek. Het volgende boek wat ik hier heb is Color by Number Beach Days van Color Crystopia. Hier hebben we het kleurenpalet. En dit is een van de nieuwere. Het is niet het nieuwste boek intussen. Volgens mij hebben ze onlangs weer een soort beachboek uitgebracht. Die ga ik denk ik niet aanschaffen, want ik heb ook nog het beachboek van vorig jaar. Beach Coloring heet dat geloof ik. En ja, daar heb ik echt bijna niks in gekleurd. Dus voor dit jaar is dit even mijn zomerboek van Color Crystopia. Eerst maar eens een keer wat boeken volkleuren van hun. Maar dit doet me echt weer denken aan de oude illustraties van Color Crystopia. Hoe het... ja, vroeger zeg maar gewend van hun waren.
Want ze hebben volgens mij tussendoor even een andere illustrator gehad. Die deed allemaal net een beetje anders. Het enige nadeel aan de oude illustrator is dat ze bij een zwarte achtergrond geen witte belijning eromheen doen. Dus als je dan iets kleurt, bijvoorbeeld hier die stengels, die vallen helemaal weg. En met een witte omlijning eromheen had je dat veel beter gezien. Maar goed, dat is het enige minpuntje. Het zijn wel hele leuke zomerse platen. En ook Colorcrystopia laat alleen de kleuren hier zien die je daadwerkelijk nodig hebt voor de plaat. Het is een heel blij en vrolijk gezin. Kijk hier. De hengsels van de tas. Je ziet het bijna niet. Dat is echt heel zonde. In deze plaat heb je zo al drie prompts van mijn scavenger hunt. Beach umbrella, palm tree en boat. Dus met deze plaat kan je er al drie afstrepen. Iemand die aan het surfen is. Ja, het zijn wel veel vergelijkbare platen. Veel aan het strand, natuurlijk een beach coloring book. Makes sense. Iemand die aan het, hoe noem je dat, skydiven is. Denk ik. Lekker een strandwandeling maken. Patronenplaat. Hier hebben we wat bootjes. Is leuk. Oeh, dat vind ik ook leuk. Wat meer detail. Nou, dit vind ik wel een hele leuke. Lekker spelen in het zand. Een soort pier. En dat was het. Ik krijg nog wat bonuspagina's. Summer patterns. Ik weet niet of dit... Oh, wacht even. Dit boek heb ik namelijk niet. Ik vind het er wel leuk uitzien. Misschien voor op mijn wishlist. Dit boek heb ik. Die is van vorig jaar of zelfs het jaar ervoor. Ik denk het jaar ervoor. Deze plaat heb ik heel toevallig al een keer gekleurd namelijk in dat boek. Het is denk ik echt al 2 jaar geleden. Ah, hier. Beach coloring. Die heb ik ook. Ook een heel leuk boek. En hier zie je ook dat de pagina's wat kleiner zijn. Dat die zwarte omranding wat breder is. Flowers and Gardens heb ik helemaal volgekleurd. Echt een fantastisch boek. Ja, ik vind die oude tekeningen of oude illustraties echt een stuk leuker. En dit boek wil ik heel graag. Mesmerizing Mandala's. Ik zie zoveel mooie platen op Instagram, ook op YouTube. Echt heel gaaf. En juist door die witte omlijning knalt hij echt van de pagina. Echt heel cool. Custom color chart sheets. Color testing sheets. Please leave us a review. En geprint op. Ook Frankrijk. Frans papier. En ook dit papier was in principe gewoon dikke prima. Dus dit is Beach Days van Colorcrystopia. Het volgende boek is van Sachin Sachdeva. Dit is Mystery Circles Happy Spring Color by Number. Ik heb al een aantal Mystery Circles van hem. En nu is hij dus met een lenteversie uitgekomen. Ik kan niet echt goed een flip-through doen. Ik zie in ieder geval hier dat hij op Italië papier is geprint. Dit is de achterkant met het kleurenpalet. Maar misschien kan ik even een hele snelle, korte flip doen. Ja, we zien hier al gelijk dat het papier niet oké is. Je ziet hier weer heel die lijnen lopen. En het is niet zwart, het is meer een beetje grijzig.
Jammer dat het echt eigenlijk bijna altijd met de boeken van Sartjen is. Zo, deze kwaliteit is zo slecht. Het is helemaal grijs. Kijk hoe dit eruit ziet. Het papier is ook echt super dun. Je kan letterlijk gewoon de cirkels er doorheen zien van de vorige bladzijde. Ja, hier ben ik niet heel blij mee, maar dit boek ga ik niet terugsturen. Ik denk dat ik hier gewoon met simpele markers in ga kleuren. Papier zal niet heel veel kunnen hebben, denk ik. Het lijkt gewoon normaal printpapier. Het is ook helemaal slecht geprint. Je ziet hier helemaal zo'n witte lijn lopen. Echt schandalig. En de prijs wordt alleen maar hoger en hoger voor de kleurboeken. Ja, het is niet netjes dat dat dan ook de kwaliteit achteruit gaat. Maar goed, over het boek. Bij Sartjen zie je eigenlijk altijd het hele kleurenpalet. Bij de nieuwere boeken, maar zal hij de kleuren die je zeg maar gebruikt voor de plaat wat donkerder maken. Dus deze zijn dan grijs. En dat zijn dan de kleurtjes die je nodig hebt voor deze plaat. Sorry, ik heb een klein beetje last van mijn keel, merk ik. Maar ja, het is niet heel duidelijk te zien wat je precies gaat kleuren. Maar het is allemaal lente, thema, waarschijnlijk bloemen, vogels, vlinders. Ja. Ik ben altijd wel fan van deze boeken. Het heeft iets weg van de stoommozaïek. En het heeft iets weg van de Circulism Artbooks van Eclipse. We gaan even door naar het eind. Even kijken. Want in zijn nieuwere boeken laat hij ook zien welke nieuwere boeken er nog aankomen. Goed, we zijn hier bij het eind. Your feedback matters. Zijn social media gegevens. Oké, even kijken. Wat gaan we nog krijgen? Bij de mandala's color by number en non-color by number krijgen we 50 steampunk mandala's. Ik ben heel benieuwd. En hier krijgen we Playful Crocodile. Coming soon. En Marielle en ik hopen dat het een soort van cute llama of cute slots boek is. Dat zou echt super leuk zijn. Een easy boek. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. En dat was het. En dan krijgen we nog wat color chart sheets. Oh, huh? Dat is raar. Normaal ben ik gewend om te zeggen, hij heeft er heel veel. Maar het zijn er deze keer helemaal niet veel. Het zijn er zelfs maar twee. Dat moet niet gekker worden. Oké, nou, kort maar krachtig dan maar. En wat ik al zei, geprint op Italië papier. En dat is gewoon, ja, gewoon heel zonde. Niet altijd is Italië papier slecht hoor, maar deze keer helaas wel. Het ene laatste boek van deze video is Sea Animals Black Backgrounds Quest Color by Number. En deze heb je ook in de witte achtergrond. Dit is de achterkant met een voorbeeld en het kleurenpalet. En ik heb bewust voor de zwarte achtergrond gekozen, want de kleur is gewoon echt een stuk makkelijker. En ik heb al een plaat gedaan in dit boek samen met Mandy van Mandy Kleurt. En dat is deze. Ik zal hem gelijk eventjes laten zien. Het is een soort ammonite of zo, of een ammoniet. Een soort van schelpdier. Ik dacht dat het een inktvis was en een slak. Maar het is een ammoniet, volgens mij. Dat heeft Mandy opgezocht. Dus dat geloof ik helemaal. Maar dit boek heeft dus de rondjes. De hexagons. Oh, oeps. De driehoekjes. En de vierkantjes. En zo blijft hij heet om en om doorgaan. Dus rondjes, hexagons, driehoekjes en vierkantjes. En ook het fijne bij hun boeken is dat je alleen de kleuren te zien krijgt die je nodig hebt. En het is oprecht zoveel makkelijker met een zwarte achtergrond. Want ik vind normaal cirkelplaten echt vreselijk. Ik vind het echt niet leuk. Je bent er super lang mee bezig. En je schiet heel snel uit. En met dit boek ging het eigenlijk echt super makkelijk. Ik vond het eigenlijk best wel leuk om deze te kleuren. Met alcoholmarkers.
En het allerleukste is dat dit mijn nieuwe projectboekje wordt samen met Marielle. Wij gaan samen dit boek proberen vol te kleuren. Het is de eerste keer dat ik zo'n soort boek ga, ga volkleuren samen met iemand. Dus dat vind ik heel erg leuk. En daar heb ik ook heel veel zin in. We kunnen verder niet heel veel zien in het boek. Dus ik ga heel even naar het eind. Even kijken. Thank you for choosing this book. Please rate it on Amazon. Share your artworks from our coloring books with hashtag sunlifedrawing on Instagram to get in our stories. Ook kort, maar krachtig. Dit papier voelt wel oké. Okay. Dit is ook uit Frankrijk. Frankrijk heeft op zich prima papier. Heel kort, maar dit is Sea Animals Black Background. Sea Animals Quest. Black Background Color by Number. Gekke scheidingslijn tussen deze woorden. Maar ja, echt een heel leuk boek. Ben hier echt heel erg blij mee. En ook wel zin om daar meer in te gaan kleuren. En dan een hele leuke voor deze maand. Dit is Nature van Hachette Heroes. En ik koop eigenlijk bijna nooit de grote Disney boeken. Heel soms koop ik er eens een paar. Maar ik hoef niet per se altijd de nieuwste te hebben of wat dan ook. Maar ik had natuurlijk een oproepje gedaan in mijn laatste video. Alles wat ik heb gekleurd. Dat ik het heel erg leuk zou vinden wat projectboekjes te hebben met mensen. En toen kwam Sarah naar mij toe met de vraag of ik het leuk vond om in een Disneyboek met haar te kleuren. En dan echt vanaf begin af aan. Dus we hebben samen dit boek besteld. En we gaan hem echt van begin tot eind helemaal vol kleuren. Super, super leuk. Het zal echt een groot project zijn. Het is natuurlijk 100 pagina's. De achterkant. Oh, de illustrator is trouwens William Ball. En ja, een heel cute boek. En we hebben dus al twee platen gekozen voor deze maand. We hebben allebei één plaat gekozen. Het is een heel groot boek. Ik hoop dat het allemaal past. Het zal waarschijnlijk net niet helemaal in beeld passen. Hier zie je trouwens alle boeken die ze al hebben uitgebracht. En intussen zijn het er veel meer dan hier op past. De intro. En het is wel een heel gedetailleerd boek. Maar dat maakt wel dat de resultaten echt heel mooi zullen zijn. Ik moet zeggen dat de kleurenpaletten echt wel prima zijn. Sommige zijn wel wat heftig. Maar over het algemeen, het valt reuze mee. Dit is een van de platen die we gaan doen. Nummer 12. Die heeft Sarah gekozen. En ik heb nummertje 46 gekozen, geloof ik. Oh. Waarom kom ik er niet? Deze. Zegt jullie helemaal niks. Maar dat zijn de platen die we gaan kleuren voor deze maand. Maar het lijkt me wel even leuk om naar de antwoorden toe te gaan. Mocht je dat niet willen zien, moet je heel eventjes wegkijken. Pagina 100. En daar gaan we. Zulke mooie, kleurrijke platen in dit boek. Echt zo leuk. Ook een aantal echt seizoensgebonden. Je kan natuurlijk kleuren wat je wil. Kijk hoe leuk deze zijn. Ze zijn allemaal zo verschillend. Veel verschillende karakters. Ik vind die ook leuk. Heel cute. Ik heb deze plaat toevallig al een keer gekleurd in Disney Vitro met Mandy. En er zat hier nog een plaat in die ik herkende uit een ander Disneyboek. Dat is heel grappig. Echt hele leuke platen. Ook een paar onderwater scènes. Ook heel leuk. Ja, deze. Ik heb deze plaat al een keer gekleurd in een ander Disney kleurboek. En wat simpeler kleurboek. Dit is ook mooi. Ze zijn allemaal gewoon heel cute. Ik vind het gewoon leuk dat het een mix is tussen oud en nieuw. Dus oude Disney figuren en nieuwere Disney figuren. Oké.
Ja, ze zijn echt leuk. Dit is maar de cover page. Ook die is leuk. Seizoensgebonden een beetje. Ach, die is ook schattig zeg. En je hebt een beetje afwisseling tussen portret en landscape platen. Kijk, die is ook zo schattig. Deze. Ik vind die ook leuk. Ze zijn eigenlijk allemaal heel erg leuk. Ze zijn allemaal heel kleurrijk. Er zijn maar een paar echt donkere platen. Maar merendeels echt heel... ja, kleurrijk. Heel natuurlijk, zoals het boek heet. En dat was het. De antwoorden zijn weg. Je kan weer kijken. Dus dit is mijn nieuwste Disney boek Nature van Hachette Heroes. We hadden Sea Animals van Sun Life Drawing. Mystery Circles Happy Spring van Sarchin Sarchdeva. We hadden hier Beach Days van Color Questopia. En het eerste boek van deze video was Uno van Eclipse. Ik zal natuurlijk alle 5 de boeken voor jullie linken onderaan de beschrijving. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt na het zien van deze video. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, vergeet je zeker niet om je te abonneren. Zet daarbij gelijk het belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!